een bakkie Leidse Rijn op locatie. Gezellig, warm bij de bakker. Ik ga in gesprek met Xander van der Wulp. Wie ben jij? Ik ben Xander van der Wulp en ik woon al 12 jaar in Terweijden en ik werk voor de NOS. Hoe bevalt Leidse Rijn? Ja, goed. In de eerste jaren was er soms wat weinig. Zelfs het water voor onze deur moest nog aangelegd worden. En we hebben het natuurlijk gebouwd zien worden vanuit het zand. Maar sinds we hier zijn, bevalt het eigenlijk prima. Hoe ben je bij de NOS terechtgekomen? Nou, mijn vader werkte vroeger ook al bij de NOS en toen ik 17 was, dus nog op het VWO zat, toen kon ik daar de krant op de redactie rondbrengen en gasten naar de schmink brengen, de deur open doen en de studio wijzen. En daarna ben ik autocue gaan doen, regieassistentie, productie, cameraploegen regelen. En net voordat ik afgestudeerd was, was ik ook buitenlandredacteur. Daarna ben ik eindredacteur geworden, chef van de afdeling in Hilversum en toen... Inmiddels ook 10 jaar geleden ben ik naar Den Haag gegaan om politiek verslaggever te worden. Ja, maar voordat we daar naartoe gaan, naar dat politiek verslaggever, waar heb jij stage gelopen? Ik heb stage gelopen bij CNN in Washington. En daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Die liep daar toen ook stage. Dus toen ben ik nog wat langer in Washington gebleven. Ook onder andere voor mijn afstuderen scriptie. Weer terug bij CNN en nog een half jaar voor de NOS in Washington gewerkt. En daarna heb ik mijn afstudiescriptie afgemaakt bij de NOS en eigenlijk daar nooit weggegaan. Nee, en je zegt net, hè, je hebt je vrouw ontmoet in Amerika, maar nu woon je in Nederland. Ik neem aan met je gezin. Ja, mijn vrouw woont al 18 jaar in Nederland. En, hoe was dat voor haar? Ja, wel moeilijk, denk ik. Ja. Ik heb haar toch mee naar een vreemd land genomen waar alles anders is dan in Amerika. Familie ver weg. Maar inmiddels hebben we natuurlijk, we hebben hier 3 dochters nu, van de oudste 13 is en de jongste 7. En als je dan eenmaal met je kinderen ook een leven opbouwt hier, dan ga je ook wel wennen aan het land. Wat is de grootste uitdaging als verslaggever in de politiek? Ja, de allergrootste uitdaging is natuurlijk om zo onafhankelijk mogelijk verslag te doen van de politiek en je niet te veel te laten beïnvloeden door alle partijen die allemaal druk op je uit willen oefenen. En daarna is de uitdaging om alles wat er in de politiek gebeurt op een enigszins begrijpelijke wijze, leuke wijze, zodat er 2 miljoen kijkers van het journaal ook iets van snappen op zo'n manier televisie van te maken. Dat zijn 2 dingen die ik wel heel leuk vind. Heb jij dat zelf dan niet dat je denkt, oh, ik zou echt niet meer weten wat ik nou nog moet doen? Ja. Nou, het is bij mij altijd zo geweest dat ik eigenlijk niet wist wie ik moest stemmen. Ik was al een zwevende kiezer, maar sinds ik in Den Haag werk is dat eigenlijk alleen maar erger geworden. Doordat je spreekt natuurlijk politici van links tot rechts en van alle partijen. En als je ze eenmaal kent, weet je dat ze het vaak doen gewoon omdat ze een soort overtuiging hebben en een blik op de wereld en ze de wereld beter willen maken vanuit hun eigen inzicht. Dus ook al ben je niet per se met hun standpunt dan eens, dan nog kan ik het waarderen. En ik denk dat dat ook wel uit... Dus stemmen is altijd moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel soms ook wel eens niet gegaan ben omdat ik dacht van nu weet ik het echt niet. En dan vind ik het ook wel weer fijn als politiek verslaggever om te zeggen van ja, ik weet het niet. Want de vraag die ik het allermeest krijg is, wat stem je zelf? En die beantwoord ik nooit. En eerlijk gezegd kan ik hem eigenlijk ook niet goed beantwoorden. Wanneer was je het gelukkigst? Jeetje. Ik denk aan het begin van toen ik afgestudeerd was. Toen was ik vrij gelukkig. Toen leerde ik mijn vrouw kennen. Daarna zijn we toen we een gezin gingen vormen. En verder was ik vorig jaar eigenlijk ook best wel gelukkig. Toen we bij de NOS de verkiezingen versloegen. Toen gebeurde, het was heel hard werken dat jaar. Maar met onze vlogs en zo kwamen we vaak bij Pauw en Jinek. En in al die programma's. Dus dat was. En dat
lukte gewoon goed. En het sloeg aan en ook heel veel jongeren zeiden dat ze daardoor geïnteresseerd raakten in de politiek door de vlogs. En dat was wel, dat maakte me ook wel gelukkig recent. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor het bakkie Leids Rijn, hè, ja, met mij te doen. En heel veel succes in je carrière. Dankjewel. Tot ziens in Leids Rijn.